Ik zit hier vanmorgen met Klaas-Jan Bakker. De enige man in Nijenveen die een molen bezit. En daar gaat hij mij nu wat over vertellen. Want Klaas-Jan, wat staat hier? Ja, de familie Bakker had een rundveehouderijbedrijf aan de Bramerweg. En die zocht naar iets erbij. En in 1996 zijn we begonnen met een molen om energie op te wekken met windkracht. Hoe kwam je op dat idee? In 96 speelde dat nog niet zo. Nee, maar onze voorouders hadden al de korenmolen aan de Molenweg. Dus er zit een beetje energie in. Molenaarsfamilie. Ja, dus. En de wind is gratis. En als je stroom kunt verkopen, dat was de achterliggende gedachte. En voor het milieu. Dat is ook heel belangrijk, hè? Ja, en maar dan heb je een idee, maar wat dan? Want je kan niet zomaar eventjes ergens naartoe gaan van doe mij even zo'n molen. Dat heeft wat voeten in aarde, denk ik. Hoe ging dat? Op dit moment is het natuurlijk duurzaamheid een odd item, maar 20 jaar terug was dat niet. Nee. Dus dan ga je op zoek, dan moet je buiten de landsgrenzen kijken waar molens zijn. Dan kom je in Denemarken terecht en zodoende hebben we daar ingekocht. Oké. En ja, het is eigenlijk een oud principe, de windkracht omzetten in een mechanische kracht. Ja. En dan kom je tot energie. Dus het is eigenlijk gewoon een fundering met een mast en met een grote dynamo bovenop die aangedreven wordt door de wieken. En daardoor sla je de stroom? Ja, en dan krijg je stroom. Ja. En die verkopen we gewoon in het net. Maar je gaat niet met een tasje stroom naar het net. Hoe werkt dat? Ja, dat is allemaal technisch, dus... Ja, kom maar op. Als ik het niet begrijp, dan zeg ik het wel. Nee, het gaat gewoon het net in en dan komt het bij de andere stroom.